Goedemorgen en van harte welkom bij de eerste Letters Talk. En is het eigenlijk mogelijk om een slecht nieuwsgesprek toch goed te laten verlopen? Daar zijn heel veel ingrediënten voor nodig. Voor mij is het pas klaar, laat ik het zo zeggen, op het moment dat het voor de mensen echt helemaal duidelijk is. En als ik daar 4 gesprekken voor nodig heb, dan zijn dat de stappen die je neemt. Het kan heel ongemakkelijk zijn, maar het kan ook heel prettig verlopen. De uitslag van jullie antwoorden is binnen. En als we naar de woorden kijken, dan zie ik ongeloof verschijnen. We hebben iemand van maatschappelijk werk, zit ook erbij. Wat dacht jij toen? Dat is foute boel. Ja, dat kan niet anders dan veel impact hebben. Alle lichten gaan uit, je ziet me lachen in de spotlight met de borst vooruit. Ga niet wachten op de dag dat het donker wordt. Tegen die gedachte gang zeg ik donder. Ik ben Jordan, ik heb het Usher-syndroom type 2A. Dus opa hield jou eigenlijk ook positief over je eigen ziekteontwikkeling. Zeker, ja. Het mooiste zou natuurlijk zijn perspectief kunnen bieden door een behandeling te bieden. Humor is voor ons ook een ding, zeg maar, om het draaglijk te maken. Het is iets wat in jouw leven nou eenmaal overkomt. Maakt niet uit hoe oud je bent en hoe slecht je ziet. Er zijn altijd wel opties om toch te komen waar je eigenlijk wil komen. En heel fijn is het om daarna ook met je naasten te kunnen delen wat het eigenlijk betekent, dat Usher-syndroom. En daarvoor is een nieuwe patiëntenfolder ontwikkeld. Het is een speciale overhandiging. Hey! Want we lopen graag stevig met een opgeheven hoofd. Ik ben toonaangevend, ik ben zo vaak gretig. Maak meters met de missie. Vertrouw op intuïtie, ga niet wachten tot ik niks zie. Alle lichten gaan.